Welkom bij De Fontein. Een luisterboek waar je zelf door het verhaal heen beweegt. Druk op het pijltje omhoog om naar voren te lopen. Druk op het pijltje omlaag om naar achteren te lopen. Doe je niets, dan blijf je staan. Gebruik de muis om rond te luisteren. Doe je ogen nu maar dicht. Thomas was al vroeg opgestaan, al voordat de eerste zonnestralen de kleine ramen van de slaapzalen van het weeshuis waren binnengedrongen. Had Thomas zijn pen en papier al gepakt en was begonnen met schrijven. Want schrijven, daar hield hij van. Thomas was nooit zo gesteld op zijn leeftijdgenootjes in het huis. Hij vond hem maar raar en druk. Het liefst stond Thomas dan ook vroeg op, om in alle rust te kunnen schrijven en tekenen. Verhalen over grote, gevaarlijke draken schreef hij het liefst. Het saaie leven in het weeshuis werd dan toch nog iets leuker. Thomas hield zo van schrijven dat hij vaak als laatste de slaapzaal verliet om bij de ontbijttafel aan te schuiven. Vaak moest de verzorgmoeder hem zelfs roepen om te komen. Zo ook nu weer. Thomas, Thomas, wil je naar buiten komen? Hallo. Goedemorgen, Tom. Ik zal direct ter zake komen. We hebben geen water meer, dus er moet weer gehaald worden. Wil jij naar de fontein in het dorp gaan om water te halen? Neem die ton maar mee. Als je het pad volgt, ben je er zo. De fontein staat midden in de stad. Die kan je niet missen. Dankjewel. In de stad zag Thomas allemaal mensen lopen. Ouders, kinderen. Het deed hem aan zijn eigen familie denken. Hij zou ze zo graag willen ontmoeten. Dan kon hij eindelijk weg uit het saaie weeshuis. Thomas kwam aan bij de fontein. Hij pakte zijn ton stevig vast om hem onder te dompelen in het water. Thomas was in het water gevallen. Hij voelde zich raar, alsof het water iets met hem gedaan had. Hij stapte uit het water en keek nog eens naar de fontein. Thomas! Opeens hoorde hij een stem. Een stem die hem vaak bekend voor leek te komen. Is dat mijn moeder? Dacht Thomas. Thomas! Thomas!